Spelen is leuk, maar leren is waar het op school natuurlijk echt om gaat. In de klas zullen onze kinderen het niet doorhebben, maar ze doen al jaren mee in een internationale rat race. De race om het beste onderwijs. Niet zo lang geleden behoorde Nederland in die race tot de wereldtop. Maar de kwaliteit van ons onderwijs daalt al 10 jaar. Voor 2000 zaten we nog bij de beste 5 onderwijslanden. Maar we zakken steeds verder af richting middelmaat. Onze beste leerlingen horen in geen enkel vak meer tot de internationale top 10. Nederlandse kinderen worden hard ingehaald door kinderen uit Aziatische landen als Zuid-Korea en Singapore, die zich jaar na jaar verbeteren in de schoolbanken. Zij worden vaak opgezweept door hun ouders, die alleen de beste prestaties goed genoeg vinden, ook wel tijgerouders genoemd. In de ogen van veel Nederlandse ouders gaat die grote prestatiedruk te ver. Maar aan de slechtere schoolprestaties van Nederlandse kinderen hangt wel een prijskaartje. Volgens het Centraal Planbureau gaan we er door ons gebrek aan wiskundekennis in de toekomst minimaal 6 miljard euro per jaar op achteruit. Dat wordt meer als we verder achterop raken in de onderwijsrace. En minder welvaart betekent minder geluk. De inwoners van welvarende landen zijn veel gelukkiger dan die van armere landen, blijkt uit onderzoek. Nederlanders geven zichzelf nu een 7,5 als het gaat om geluk. En Nederlandse kinderen zijn zelfs de gelukkigste kinderen van de westerse wereld. Maar als aan het einde van de rit een lager loon of werkloosheid wacht, vergaat het lachje snel. We kunnen er natuurlijk voor kiezen om ons niks aan te trekken van de snelheidsduivels uit Azië en gewoon lekker met de hakken over de sloot blijven gaan. Maar als we ook straks nog gelukkig willen zijn, dan wordt het toch tijd voor Nederlandse ouders om de zweep uit de kast te halen. Anders zijn het de prestatiegerichte tijgertjes die als laatste lachen.